Hey, hoe gaat-ie? Ja, rustig man. Ja, Met jou? lekker. Ja, er gaat Ja, zijn toch? gangetje. Er zijn weinig dingen te doen. Maar Ja. we houden ons bezig, toch? Ja, klopt, klopt. Dat is belangrijk. Ja, absoluut, absoluut. Ik zie dat je wel nog bezig bent. Je houdt je bezig, je bent fit. Je bent nog steeds aan het gymmen. Of zijn het oude beeldmaterialen wat ik op Insta voorbij zie komen? Die pestfilmpjes zijn wel, ja, is zeg maar beeldmateriaal van, denk ik, zal het zijn, 3, 4 weken geleden. En, maar ja, ik ben nog wel steeds aan het petsen met die vriend van mij. Ja. Dus we zijn wel actief, dat wel. Dat wel, dus je Ja. blijft wel fit, je blijft wel bezig. Ja, zeker man. Ik train eigenlijk elke dag. Dus, ja. Oké, dat is lekker man, dat is lekker. Had je al een partij staan eigenlijk voordat de crisis uitbrak? Ja, zou sowieso wel voor de zomer nog vechten. Oké. Ja, had zeg maar ja, voor de zomer wel een wedstrijd staan. Waarschijnlijk zou dat in juni ergens zijn. Oké. En ja, maar ja, dat gaat nu ook niet door. Nee, precies. En dat was het op die kaart van Badr? Ja, Ja, toch? waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk, ja, maar nu kunnen we er toch niks over. Waarschijnlijk wel. We kunnen Waarschijnlijk hier toch wel. niks meer zeggen. Oké, dan had je al een tegenstander ook, mag je dan nog niet zeggen? Nee, ja, maar er zijn nog niet echt dingen over bekend. Oké. Maar dat was wel de bedoeling dus dat je gewoon van de zomer, of in ieder geval Ja, dat voor de was wel de zomer. bedoeling, ja. Ja, maar ja, maar JMG. Ja, wel vervelend dat het allemaal niet doorging. En waar hou je verder dan nog mee bezig? Nu. Sorry? Waar hou je verder nog mee bezig dan nu? Ja, ik ben nu voornamelijk bezig met mijn kleding eigenlijk weer. Ja. Mijn Je TV. merchandise. Ja, daar ben ik eigenlijk zeg maar nu volledig mee bezig. Ik heb nu eigenlijk de tijd ervoor. Ja. En ja, het is zeg maar ook een passie van mij, gewoon kleding, fashion. Dus ja, ik vind het wel leuk om daarmee bezig te zijn. Ja, daarnaast ben ik ook bezig met de Chamboy Club. Dat is eigenlijk ja, zeg maar een concept wat ik met een vriend van mij, eigenlijk mijn beste vriend, heb opgezet. Oké. En dat is dat we ja, ook mensen een beetje begeleiden met trainen en noem maar op. Een soort personal En, ja. training, of hoe moet ik het zien? Ja, zo kan je het wel noemen. Zo kan je het wel noemen, ja. Oké, lekker man. Dus ook daar zijn we mee bezig. En ja, ik probeer gewoon lekker bezig te blijven met dingen te doen. Vooral de dingen te doen die ik leuk vind. Af en toe Ja. een beetje af en toe een beetje de studio in. En wat nieuwe liedjes maken. Dus, Dik hoor. Lekker. Je had het over studio gaan we zo meteen over. Je had het over merchandise. Je bent een van de weinige vechters die ik zie, die ik voorbij zie komen, die echt serieus bezig is met merchandise. Ik heb met ja. Tyron Spong heb ik het erover gehad. Ik heb het over gehad met Pieter Buijs, die bij One Championship. Iedereen wil het, niemand zet het door. Waarom Ja. ben jij degene dan die het juist wel oppakt? Ja, ik weet niet. Weet je wat het ook is? Je moet er ook van houden, denk ik. Het moet ook, zeg maar, je passie zijn. En dan denk ik dat je ook plezier erin hebt. En Ja. dan heb je ook natuurlijk zin om het door te zetten. En ik ben wel zo iemand van, als ik een doel voor ogen heb, als ik een visie heb en als ik ja, dingen bijvoorbeeld op papier zet, dan ben ik ook wel iemand die het ja, gewoon doorpakt. Uitvoer. En ja, dat is ook eigenlijk wat er gebeurt met mijn kleding. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk om te doen. Ik vind nieuwe designs leuk. Ik heb ja, zelf ook ja, best veel kleren. Dus ik vind het zeg maar wel leuk om, ja, om daarmee bezig te zijn. Juist. En de TB, wat is dat uiteindelijk het doel? Is het wel het doel om een sportief merk te zijn of gewoon casual streetwear van alles? Ja, eigenlijk gewoon een beetje van alles. Het is maar net waar ik zin in heb. Ja. En nu heb ik ook een beetje de tijd om daarvan af te stappen. Maar dat was een beetje het geval. Dat ik het eigenlijk alleen uitbracht wanneer ik er zin in had. Ja. En nu heb ik eigenlijk gewoon de tijd ervoor. Omdat ik natuurlijk wat minder, zeg maar, train. En ik ook niet iedere keer op en neer naar Utrecht hoef. Dus nu heb ik, zeg maar, wat meer de tijd om ja, echt een plan gewoon achter het merk te zetten. Ja, dat is wel het voordeel van deze crisis natuurlijk is dat. Ja, dat je nu inderdaad gewoon dingen kan oppakken of tijd hebt voor dingen waar je normaal niet echt tijd voor hebt. Nee, precies. Ja, nou, vandaar dus ook deze podcast. Normaliter, je hebt hem misschien wel voorbij zien komen, heb ik het gewoon hier in de studio. Betere camera, betere lichten, alles beter. Weet je, maar ja, mijn producer is er dus ook niet, dus ik kan er ook niet zoveel meer van maken dan dat er niet is. Maar Ja. ja, We dus roeien met de riemen die we hebben, zo toch? is het, maar zo is het. Dus ja, ook ik ben bezig met de plannetjes en ja, toch een beetje bedenken hoe je toch het mooiste eruit kan halen. Ja, toch.
Over jou, over kickboksen nog even. Oh nee, wacht even. Ik ben even benieuwd. Want je gaat de studio in. Je maakt ook tracks. Je maakt... Vertel eens over je muziekcarrière. Want ik zie wel het een en ander voorbij komen. Maar echt veel hoor ik. Ik kan eigenlijk niemand je daarover vragen. Nee, klopt. Kijk, het is niet echt een carrière, zo wil ik het niet noemen. Je weet maar het is nooit. Gewoon meer een hobby. Het is, ja, je weet het natuurlijk nooit, maar het is gewoon een hobby. En ik heb er gewoon plezier in. Ik heb een producer, Richie E, met wie ik eigenlijk vaak zit. En hij gunt mij en begeleidt me ook hier en daar. En daar vind ik, ja, ik vind het gewoon leuk om muziek te maken. En, ja, ik heb ook best wel veel vrienden die ook in de muziekwereld zitten, dus... Ik vind het gewoon leuk om muziek te maken en dat is eigenlijk gewoon waar het ook bij blijft. Maar. En af en toe vind ik het wel leuk om het gewoon met de mensen te delen, zoals mijn opkomstnummer. Ja. Die heb ik gewoon eigenlijk op Spotify gegooid, zodat mensen het ook kunnen luisteren. En, ja. Wordt er veel beluisterd? Ik hou het eigenlijk niet echt meer bij, man. Maar de laatste keer dat ik keek, stond hij op iets van 12.000 of zo streams. Zo. Dus ja. Dat is wel hard, man. Ja. Ja, op zich. Ik bedoel, ik heb niet echt een label. Of ik heb niet. Ik heb geen label. Ik heb geen muziekachtergrond. Ik heb nee. Ja, eigenlijk niks wat betreft dat. Dus ja, op zich. Het is gewoon op plezier. Zich is het wel oké. Ja, toch? Waarom niet? Ja. Waarom niet? Maar je zegt, je hebt vrienden in de industrie. Seven ja. Alias had ik even een keertje voorbij zien komen in een interview. Meerdere ja. mensen waarmee je eventueel wel bijvoorbeeld een collab of zo wat kunnen doen. Ben je ook echt. Aan het werk, maar misschien wel echt een single uit te brengen of iets dergelijks? Of is het nu nog gewoon spelen, kijken, bars in elkaar proberen te... Ja, het is nu voornamelijk gewoon spelen, kijken. Ja, toch? Kijk, ik heb natuurlijk wel wat potentiële nummers die eventueel uitgebracht zouden kunnen worden. Oké. Okay. Alleen, ja, ik wil gewoon eigenlijk beter worden. Ook in dit wil ik gewoon beter worden en gewoon betere nummers maken. En, ja. Vanaf daar verder. Wanneer het tijd is om iets uit te brengen, dan zal ik dat sowieso met iedereen delen. Ja, maar dat is sowieso lekker als je mensen hebt in de industrie. Dat is sowieso gewoon lekker voor die extra push, toch? Ja, jawel. Alleen ik ben niet echt een type die... Ja, ik doe dingen graag gewoon alleen en zelf. Juist, op eigen kracht. Natuurlijk is alle hulp... Sorry, ja, natuurlijk is alle hulp meegenomen. Maar ik ben niet iemand die echt... mensen gaat vragen of weet ik veel. Klopt. Op eigen kracht. Dat is wel netjes, man. Dat is wel netjes. Is dat iets wat je vanuit je opvoeding hebt meegekregen of is dat eigen mindset? Is een eigen mindset ook, maar ook wat ik inderdaad gewoon vanuit mijn opvoeding heb meegekregen. Oké. Want je bent half Surinaams, half Marokkaans. Ja, klopt. Je komt uit voor de Marokkaanse vraag. Hoe zit dat precies in elkaar? Vind je het oké om daarover te praten? Laat me dat eens voorop vragen. Want, die vraag krijg ik vaak. Ja, geloof ik wel. Ja, hoe dat is gekomen is eigenlijk gewoon mijn gevoel. Ja. Op dat moment toen ik die keuze had om te maken, of toen ik die keuze moest maken, toen was dat mijn gevoel. En ja, ik bedoel, tot de dag van vandaag sta ik nog steeds achter die keuze. En, maar dat neemt niet weg dat ik ook gewoon Surinaams ben. En ik ook gewoon love heb voor mijn Surinamers en voor mijn Surinaamse fans en achterban en noem maar op. Want als ik in Suriname ben, word ik daar ook gewoon herkend. En, willen mensen op de foto en dat waardeer ik ook heel erg. En het is voor mij, het is maar gewoon de vlag inderdaad. Precies. Die achter je naam staat. Ja. Maar ik ben wel half Marokkaans, half Surinaams en daar blijft het ook gewoon bij. Ja, precies. En, in principe, je hoeft ook niet te kiezen natuurlijk, want dat staat natuurlijk nergens op, want je bent het allebei, precies. Dus waarom zou je moeten kiezen? Als ik alle twee de vlag kan... Uitkies had ik dat gedaan. Ja, toch? Als je zou moeten kiezen, dan of Surinaamse vlag of Nederlandse vlag. Oh, die maak ik je moeilijk. Marokkaanse vlag, dat blijft het. Dat blijft het gewoon. Maar als je moet kiezen, Nederlandse of Surinaamse vlag, wat zou je kiezen? Lastig, hè? Lastige vraag is dat. Nee, ja, het is niet lastig. ik ben, zeg maar, mijn roots en ik ben half Marokkaans, half Surinaams. Ja. Maar ik ben geboren en getogen in Nederland. En ik hou ook van Nederland en ik hou ook van Amsterdam. Dus. Sowieso. Ja. Dus ja. Dat maakt het niet veel makkelijker. Alright, man. Hoe was het dan trouwens thuis vroeger? Half Surinaams, half Nederlands, of half Surinaams, half Marokkaans zeg je. Hoe was dat dan vroeger? Want ik weet, de opvoeding hebben overeenkomsten, maar het is niet helemaal hetzelfde. Nee, klopt. Het is niet helemaal hetzelfde. Hoe het was, het is altijd gewoon goed geweest. Ik bedoel, maar...
ik heb gewoon een goede opvoeding gehad. En ja, best met mijn zusje. Ja. Dus ja, ik bedoel van, ik heb gewoon een goede opvoeding gehad. En ik heb alles meegekregen vanuit huis. Dus lekker man. Ja, het is niet dat het echt botste of iets. Of. Nee. Want dat denken mensen wel vaak, bijvoorbeeld Surinamers en Marokkanen. Mm-hmm. Dat het niet echt met elkaar gaat, maar ik bedoel van... Binnen mijn familie is het altijd gewoon goed gegaan. Ja, maar dat is netjes. Dat is leuk. Leuk om ook te zien. Want mensen die willen graag gaan naar het negatieve. Maar het is juist ook chill om te zien hoe dat mooi samen kan zijn. Weet je? Hoe het mooi samen kan lopen. Dus dat is wel mooi om te horen in ieder geval. Hoe ben je in contact gekomen met kickboksen? Ja, eigenlijk door mijn zusje. Zij kickboksen eerst, ik voetbalde. En toen was een keer een wedstrijd van mij afgelast. En toen ben ik eigenlijk met haar mee naar de sportschool gegaan op een zaterdag. Meegetraind, proefles en uiteindelijk toen meteen verkocht. Okay. Dus zo eigenlijk door haar. Uiteindelijk gewoon die kant op gegaan. En hoe snel, of voetbal je op hoog niveau? Of wat voor leeftijd hebben we nu eigenlijk? Nee, ja, daar praat ik echt, toen speelde ik in de E1. Zo, oké. Dus dan ben je, wat, 8, 9? Zo, dan ben je echt jong. Dan ben je echt jong. Maar toen in één keer dacht je van, weet je, kickboksen meegetraind en dat was het gewoon voor je. Ja, ik was sowieso een type die meer van die individuele sport hield, zeg maar. En ik was altijd gewoon van dat ik eigenlijk het zelf wou doen. En dat heb ik nu ook wel een beetje, hoor. Dat ik dingen gewoon vaak alleen wil doen of zelf wil doen. En ja, dat heb ik nu bijvoorbeeld met kickboksen. Gewoon een individuele sport. Klopt. En, dus maar toch heb je wel een achterban. Want ja, aan de ene kant is het een individuele sport, maar je hebt wel het team natuurlijk om je heen natuurlijk. Nee, natuurlijk. Kijk, je hebt natuurlijk wel gewoon een team achter je, met wie je alle weken voorbereidt. Ja. En uiteindelijk moet jij het doen. En je staat er je eentje in de ring. Absoluut. Dus uiteindelijk is het wel gewoon een individueel iets. Ik bedoel van je trainers, die ga je niet helpen als je... Als ik klappen krijg. Ja, snap je? Ja, ja. Ja, 100. Die kunnen je wel coachen, maar... Uiteindelijk moet je het zelf doen. Had je ook een voorbeeld toen je begon? In het begin nog niet echt. Maar daarna kreeg ik dus wel, zeg maar, Padder natuurlijk. Ja. Daar keek ik veel naar. Ik keek eigenlijk gewoon naar de K1 eigenlijk vroeger heel veel. Zo. Naadje Padder, Remy Bojaski, Peter Arts. Dat soort vechters. En ook naar de K1 Max keek ik. En dus eigenlijk waren de vechters die daar vochten, keek ik eigenlijk het meest naar. Maar dan was je best wel jong toen je daarna keek. Want ik was al jong toen ik daarna keek. Ik ben 37, weet je. Ja. Dat is wel jong, maar... Dat waren wel de namen voor jou die eruit sprongen. Ja, precies. En eigenlijk is vanaf het begin ook wel Ryan Simpson en Tyron Spong. Die zijn ook wel echt mijn voorbeelden waren die toen destijds. En nog steeds kijk ik bijvoorbeeld als ik in een wedstrijdvoorbereiding zit, kijk ik ook wedstrijden van hen. En ook van Badr natuurlijk. Dus, voor inspiratie. Ja. En hoe kan je je stijl het beste vergelijken als je kijkt naar... Naar bijvoorbeeld deze voorbeelden? Ja, mijn stijl is eigenlijk niet te vergelijken. Ik kan me echt aanpassen in het gevecht. En mijn stijl kan je niet vergelijken. Dat is echt one of a kind, denk ik. Ja. En kijk, vroeger keek ik naar hen, maar bijvoorbeeld later ben ik ook echt in het boksen, zeg maar, gaan verdiepen. En heb ik daar bijvoorbeeld ook voorbeelden, zeg maar, gekregen. Zeg maar. Oké, okay. Wie zijn wat voorbeelden voor jou dan van het boksen? Nou ja, vroeger keek ik bijvoorbeeld, ja, natuurlijk Muhammad Ali, dat soort vechters, zo, weet je. Maar je hebt ook de echte bokskennis, kennen bijvoorbeeld Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, dat soort vechters. En nu iemand van de laatste jaren waar ik echt veel naar kijk, eigenlijk is toch Anthony Joshua. Ja. En niet alleen in de ring, maar ook buiten de ring. Hoe hij, zeg maar... hoe hij, zeg maar, te werk gaat op buiten de ring. Met bijvoorbeeld zijn kleding en zijn manier van business. Ja. Dus dat vind ik
tof om te zien. En ik heb hem zelf ook ontmoet, dus. Ja, ik zag het. Dat Volgens was, mij was ik daar ook bij. Want hij was in Amsterdam, hè? Bij een Under Armour was in opening. Amsterdam. Ja, bij Under Ja, Armour. daar was ik ook bij die opening. Ik had hem daar geïnterviewd daar zo. Ja, relaxe Heb je gast hem is dat. geïnterviewd daar? Nee, ik heb hem geïnterviewd daar. Oh, oh hem? Oh, ja. Ik had hem, ik had hem stroopwafels gegeven. Oh, serieus? Ja, man. Volgens mij... Dat is wel een slim man. Ja, nou, maar hij heeft niet, waarschijnlijk heeft hij niet gegeten, want die is zo vol met suiker. Volgens mij, ik weet niet of dat voor hem was. Maar ja, Anthony Joshua is wel een goede man. Wat denk je dat de volgende partij voor hem is? Zo. Ik denk dat ze hem tegen... hoe heet die gozer nou? Is het een iemand uit Bulgarije of niet? Ik Bulgaar, weet het niet, man. Volgens mij. Ik weet niet tegenover... Oké, okay, ja, nee, in ieder geval, er is iemand die ook boven hem staat. Het is geen Fury of het is geen Wilder, maar iemand daartussen, volgens mij, een Rus of een Was het die Bulgaar. Usyk? Was het die Usyk? Nee, geen Usyk, geen Usyk. Iemand anders. Ik denk dat ze hem tegen Joshua gaan zetten. Okay. En volgens mij was dat ook, stond dat ook op de planning. Alleen ja. Nu door de corona was dat niet... Was het uiteindelijk niet doorgegaan. Ja. Hoe denk je dat hij het zou doen tegen Fury? Ja, dat wordt wel een lastig gevecht, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Fury vind ik een hele technische bokser, snel. Ja, hij kan zich ook inderdaad aanpassen in het gevecht. En ja, het is gewoon een... Ja, ook gewoon een geweldige bokser. Maar ja, kijk, Anthony Joshua zal denk ik voor dat gevecht ook heel anders gaan trainen. Ja. Ja, het is een lastig gevecht. Ik kan daar geen uitspraak over doen. Het is moeilijk, het is moeilijk. Ik volg ook andere vechtsporten nog, behalve boksen en kickboksen. Volg je MMA bijvoorbeeld? Ja, MMA volg ik ook. Ja, op de voet? Ja. Ja, alleen als er een mooie kaart is bij Bellator of UFC. Ja, precies. Dan kijk ik wel echt, anders niet. Maar bijvoorbeeld als Biggie vecht, Biggie Boy. Ja. Ja, kijk, hem ken ik ook wel goed. Dus daar kijk ik sowieso. En ja, dus dan kijk ik sowieso. Ja man, lekker. Is Biggie Boy ook je favoriete MMA-vechter? Sorry? Is Biggie Boy ook je favoriete MMA-vechter? Kijk, hij doet het top nu. Ja, hij doet het wel eerlijk, echt heel dik. Ik geniet echt van hem. En ook helemaal omdat ik vroeger met hem getraind heb. Ja. Bij Fos Gym toen. En hij heeft mij toen ook... ja, kijk, ik ging zeg maar sowieso al naar Suriname. Gewoon voor op vakantie. Maar hij heeft me wel voor het eerst naar Suriname gehaald om ook te vechten. Oké. Okay. Op zijn evenement. Ook had een eigen evenement daar? Ja, sorry? Hij had een eigen evenement daar. Ja, hij organiseerde ook evenementen. Dus dat was wel... ja, daar ben ik hem sowieso ook altijd dankbaar voor. Dat hij me die kans gaf om daar ook te shinen, snap je? Ja. Dus ja, kijk, ik vind... Adesanya doet het leuk. Zo, sowieso, ja. Ja, Biggie Boy, die slaat alles aan gord daar. Ja, man, de laatste partij had hij wel geluk, hoor. De laatste partij had hij geluk. Op het laatste moment. Tegen Alistair, ja, man. Ja, het was een lastige pot, maar ja. De fight is pas over als de bellen zijn gegaan. Dat was duidelijk. Dat was duidelijk. Tot die tijd kan alles gebeuren. Ja, man. En even kijken, ja, wie is nog meer... Ik vind die, weet je nou, ja, Anthony Pettis vind ik op het gewicht wat hij nu zit, vind ik hem wel. Vroeger was ik echt, hij was vroeger een van mijn favorieten, maar hij heet Showtime toch, is er bijna, maar de laatste tijd, hij is niet meer zoveel Showtime de laatste tijd meer, hij is meer back to basic gegaan, weet je. Klopt, hij is nu inderdaad back to basic. En, even kijken, ja, ik hoop dat die Darren Till nog... Zo. Even wat gaat laten zien. Ja, want ik vind hem wel een bepaalde uitstraling hebben, zeg maar. Ja, en hij is een ook grappig, hoor. Wat ik bedoel. Hij is buiten de kooi is ook grappig, man. Ik heb hem meerdere keer gesproken, ook in Polen, toen hij daar vocht tegen Cowboy. Daar, ja, is echt een hele grappige guy ook, gewoon relaxed. Okay. Maar je noemde net Adesanya, die komt eigenlijk van dezelfde organisatie als jij. Die komt van Glory, MMA. Ja. Is dat iets voor jou voor in de toekomst? Ik sluit niks uit. Kijk, ik heb wel eens geborsteld en een beetje MMA getraind en noem maar op. En het ligt me wel, moet ik eerlijk zeggen. En ik sluit zeker niks uit. Maar ja, ik vind boksen ook heel leuk. Dus we moeten maar gaan kijken wat de toekomst mij brengt. Ja, man. Weet je. Wel, want uiteindelijk heb je nu wel gewoon nog een lange... Even kijken, volgens mij februari heb je een nieuw contract getekend bij Glory. Dus
Je zit sowieso nog wel aan. Toch, was het februari of is dat vorig jaar? Ja, in oktober. Oktober. Oh ja, februari kwamen ze Ja. met het nieuws of zoiets. Of weet ik wel. Ik weet het niet Nee, precies. in Oktober was het? oktober. In oktober. Ja, teken ik zeg maar mijn contract. Ja, zeg maar contract. Waarbij ik heb verlengd bij Glory. Juist, ja. En. Ja, in eigenlijk ja. In februari was gewoon mijn eerste gevecht. Of ja, sorry. Eigenlijk mijn tweede gevecht van het contract. Ja, En precies. ja. Oké. Okay. Dus we zitten nog sowieso nog een tijdje, kunnen we nog van je genieten bij Glory. Dus dat is Ja, sowieso zeker. wel lekker. Ja. Als je teruggaat naar bijvoorbeeld, we hebben het net over hoe je in contact bent gekomen met kickboksen. Kan je je eerste partij nog herinneren en hoe je je voelde? Eerste partij ooit, Ja. hè? Sorry? Eerste partij ooit, hè? Dus niet bij Ja, Glory, maar mijn gewoon, eerste ja. partij ooit. Ja. Ik vocht in Deventer, vocht ik. Mijn eerste partij, dat was volgens mij op 7 december 2007. Zo. Weet ik nog. En ja, hoe voelde ik me? Ik had er eigenlijk een heleboel zin in. Ja, echt tenminste echt veel zin in. En ja, ik weet niet. Volgens mij ging alles gewoon, was ook gewoon een momentopname, weet je. Ja. Dus ja, het ging allemaal veel te snel eigenlijk. En ik weet nog dat ik toen had gevochten en volgens mij 2 weken daarna weer vocht. En zo ging dat in de jeugd, snap je? Dus Ja. ja. Toen kon je gewoon naar elkaar gaan. En hoe was het toen? Had je toen wel wat voor bescherming had je toen? Want tegenwoordig zijn ze heel erg streng daarin met jeugd kickboksen. Ja, toen was het wel gewoon inderdaad hoofdkap en scheenbeschermers. Ja. En je mocht gewoon op het hoofd slaan en alles. Dus. Oké. Nou, je ziet er nog fresh uit. Dus voor iemand die op jonge leeftijd toch wat tekeer is gegaan. Ja, Wat vind jij ervan klopt. eigenlijk als je nu terugdenkt? Ja, het is inderdaad voor de jeugd. Als ik nu zeg maar, nu ben ik ouder. Als je nu zo terugkijkt, is het inderdaad niet. Ja, ik denk niet echt verstandig om op zo'n jonge leeftijd al echt klappen op je hoofd te krijgen. Naar Maar het hoofd, ja. aan de andere kant, het is wel een full contact sport en je weet waar je voor kiest. Dus Klopt. ja, het is allemaal een beetje dubbel, weet je? Dat is zo. Plus, Ja. ja, je weet ook niet wat het met zich meebrengt, hè? Uiteindelijk. Kijk, jij bent er goed Nee, van precies. afgekomen, maar uiteindelijk, je weet het niet. Je weet niet wat het. Nee, precies. Klopt. Dus dat is wel zo. Oké, maar je had er zin in. Had je gewonnen trouwens in je eerste partij? Ja, ik heb mijn eerste wedstrijd gewonnen. Lekker man. Dat was met mijn eerste, wat zal het zijn, 45 wedstrijden of zo had ik gewonnen. Jeez, 45. Maar ja, je Ja. hebt ook wel je bouw met je mee. Want je bent bijna 2 meter lang. 1,90 of zo ben je. Ja, Dus ja. je hebt behoorlijke reach voor jouw postuur. Ja, zeker, Dus zeker. op jouw gewicht. En had je dat toen ook al bij het later pas een groeispurt gemaakt? Ja, ik was altijd wel lang, ik had altijd wel een lange reach. Maar ik denk later pas dat het echt in één keer is. In één keer gegroeid is. Ja. Ja, dat is wel lekker. Maar en 45. En hoe was jouw eerste nederlaag dan? Want als je 45 keer na elkaar hebt gewonnen, dan voel je je bijna onoverwinnelijk, lijkt mij. Ja, klopt, klopt. Je voelt je al En legend. En hoe oud was je toen? Je was echt jong of niet? ja, ik was denk ik 16. Toen vocht Jeez. ik B. Jeez. Vocht ik B-klasse, ja. En ja, en toen verloor ik, zeg maar, het was de eerste keer dat ik verloor. Weet je nog tegen Ja, hoe het wie? voelde. Ja, tegen Mohamed Diddo. Dat was Oké. een jongen uit het West. Uit Amsterdam-West, moet ik Ja. zeggen. En ja, ook een hele talentvolle jongen toen destijds. Dus ja, het was eigenlijk van, ja, in de B-klasse op dat gewicht waren hij en ik. En ik denk misschien nog wat 4 andere jongens of zo. Ja. Die echt op dat gewicht wel de baas waren. Ja, precies. En dus ja, het ging eigenlijk een beetje van, snap je? Oké. En ja, het was een close gevecht, moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. Het was gewoon een close gevecht. En ja, we hebben echt oorlog en vuurwerk gemaakt toen destijds. En misschien was het zelfs de beste partij van de avond, om maar even zo te zeggen. Lekker. Maar we hebben echt allebei oorlog gevoerd. En dat was wel. Ja, we zijn natuurlijk allemaal leuke ervaringen. Zeker, zeker. En dat brengt je natuurlijk wel naar professionele. En hoe zie je het verschil van je amateurcarrière naar professionele? Merkte je daar veel verschil in of was het gewoon een label, een naampje? Ja, je merkt wel gewoon natuurlijk
dat zeg maar, in de A-klasse is alles wat technischer. En je natuurlijk niet iedereen, maar je hebt gewoon wel wat. Het is lastig te zeggen, maar eigenlijk van alle klassen, zeg maar, vond ik C-klasse het moeilijkste. Serieus, ja? Ja, omdat je daar echt mensen hebt die eigenlijk gewoon je kop van je romp af willen slaan. Precies. Omdat zij natuurlijk ook naar de B willen en ook alles willen bewijzen om ook, zeg maar, prof te worden, snap je? Dus eigenlijk in de C-klasse is het gewoon echt oorlog. Is het gevaarlijk, en, ja. Voor mij zijn Sponk zei dat ook nog. Echt, zijn amateurdagen, dat zijn de ernstigste oorlogen die je ooit gevoerd heeft. In vergelijking met nu. Klopt. Dat is lekker, man. En pro. En toen uiteindelijk ging je van, heb je getekend bij Glory. Vooralsnog de grootste kickboxorganisatie. Of ja, laten we zeggen de Champions League van kickbox, om het even zo te noemen. Hoe was voor jou je eerste partij bij Glory? Die verliep goed. Ik vocht mijn eerste gevecht toen in de Rai in Amsterdam. Ik weet even niet meer welke Glory het was. Maar dat was toen Robin tegen City Chai vocht voor de titel. Oh ja, volgens mij was in Amsterdam. Oh ja, volgens mij was dat een van de eerste Glories waarbij ik ben geweest. Volgens mij hoor. Ik zou kunnen. Oké, ja. Daar vocht ik zeg maar in de prelims. En ik was eigenlijk best zenuwachtig. Vocht ook wel tegen een goede jongen van Nicky Holske. Oké. En dat was gewoon mijn. Ja, eigenlijk ging ik gewoon het gevecht in van alles of niets. En we hebben beide oorlog gemaakt. Want hij ging natuurlijk ook precies zo het gevecht in. Ja. Als je op Glory staat, dan wil je natuurlijk alles eruit halen wat erin zit. Ja, absoluut. En uiteindelijk was ik degene die de wedstrijd won. En ze waren zodanig tevreden dat ik uiteindelijk mijn televisiedebuut mocht maken. Op het eerste collision evenement in... Oberhausen toch? In Duitsland, ja. Oberhausen. En daar vocht ik dan tegen een Duitse jongen. En die won ik ook. Ja, precies. Ja, uiteindelijk heb je toch wel veel de rankings doorgegaan. Je hebt even kijken, 2 title matches gehad, toch? Eerst tegen City Thai, daarna tegen Gregorian. Maar ja. Maar ja, als je die twee jongens ziet, hè, voor wie is het zwaarste? Voor welke tegenstander vond jij het moeilijkst? Kijk, ik vond zeg maar tegen City Thai vond ik dat het beter ging. Ja. Ik zat er lekkerder in of zo. En ik zat er gewoon veel lekkerder in, denk ik. Ja. Tegen Marat. Ja, begon de eerste 2 rondes gingen best goed. En daarna ging het eigenlijk gewoon steeds minder. Ja, wie was het zwaarste? Kijk, ik moet gewoon eerlijk zeggen dat ik tegen Marat gewoon, denk ik, misschien... niet zo bij stond als tegen City Chai. Mm-hmm. Snap je? Ik raakte op een gegeven moment een beetje mijn... ik weet niet precies wat er gebeurde tot de dag van vandaag. Weet je, maar... Ik zat er gewoon op dat moment even niet lekker in. Ja. Maar ik denk dat ik het tegen City Chai wat beter heb gedaan. En maar dat zijn ook natuurlijk dingen waar je van leert. Tuurlijk. En die je meeneemt in je rugtas. Absoluut. En daar leer je natuurlijk alleen maar van. Voor welke partij heb je het meest geleerd? Van Marat of van City Chai? Ik denk van Marat. Ik denk van Marat. Ja. Ik denk dat ik in zijn wedstrijd heb ik wel een hoop geleerd. En ik denk dat jullie dat ook wel konden zien in mijn laatste gevecht. Absoluut. Waar ik de rust bewaarde. Ik zat er scherp in. En ik deed gewoon wat ik zelf wilde eigenlijk. En dat, is hoe ik op mijn best ben. Dat... Ik hoef niet te luisteren naar anderen. Of, weet je, ik moet gewoon mijn eigen ding doen. En dan weet ik 100% zeker dat niemand me verslaat. Klopt. Dat je mindset natuurlijk alles is. Als je nu... Stel je voor, je moet weer een rematch. Tegen Gregorian of tegen City Thai. Je hebt ze nu allebei gezien. Je hebt allebei in de ring gestaan. Je hebt allebei hun hardste klappen gevoeld. Je weet nu wat ze brengen. Als je nu terugdenkt, denk je niet van, wacht maar. Volgende keer weet ik het. Laten we beginnen bij... Vertel. Nee, sorry, wat wil je zeggen? Nou, ik was benieuwd of je voor misschien van een Gregorian of een City Thai kon vertellen wat je hebt gezien in hun game. Wat je denkt van, wacht even.
Toen zag ik het niet, maar nu zie ik het. En dit en dit en dit zie ik niet. Of kijk, meer dan het niet verklappen? Nee, kijk, natuurlijk hou ik alle dingen die ik zie bij mijn tegenstanders. Of dingen die, waarvan ik weet van, hé, daar kan ik zo op pakken. Hou ik natuurlijk voor mezelf. Ja. En dat is natuurlijk gewoon een geheimje van mezelf. Ja, toch? Ja. En, maar natuurlijk weet ik 100% zeker dat ook als we nu weer tegenover elkaar staan, dat het een heel ander gevecht gaat worden. En ja, kijk, ik word beter. En ja, ik bedoel van, ik ben nu 22 en ik word alleen maar beter. Dat is zo. Dus they better fight me now, snap je? Zo. Zo sta ik erin. En absoluut. Ik word alleen maar beter. Ja, dat is wel lekker, man. Je bent inderdaad nog echt heel jong. Er zijn nog zoveel dingen die je nog kan zien en kan bereiken. Als je nu, als je nu kijkt, want er was een partij in het vooruitzicht, je had nog geen tegenstander. Hoeveel partijen denk je, want is, even, kijk, als ik nu een beetje terugkijk, zaten er een paar partijen tussen die twee. Je hebt aardig een streak opgebouwd voordat je weer voor de titel kon. Even kijken, drie partijen. Je bent nu tweede. Hoeveel winstpartijen denk je dat je nog moet doen om weer aanspraak te maken op die titel? Kijk, dat is natuurlijk gewoon een glory, weet je. Kijk, ik ben nu gewoon eigenlijk druk bezig met gewoon lekker fit blijven. En als er natuurlijk gewoon... Wacht even. Als er tegenstanders zijn, weet je toch, ben ik daar om ze te verslaan. Yep. En het interesseert mij niet wie het is. En ja, natuurlijk, kijk, het is gewoon volledig aan glory. Kijk, ik heb natuurlijk gewoon twee keer de kans gehad nu, snap je? Mm-hmm. Maar mocht alles gewoon zo zijn zoals het was, dan hoopte ik natuurlijk op eind van het jaar gewoon een title shot. Zou lekker zijn, ja. En maar kijk, ik ben nu gewoon volledig aan het focussen op mezelf. En ik moet gewoon zorgen dat ik iedereen uit de weg ruim die tegenover mij staat. En dat is eigenlijk voor nu gewoon het belangrijkste, snap je? Dus hoeveel wedstrijden, ja. Maakt niet uit. Twee, drie, één. Het maakt me niet uit, snap je? Ik moet gewoon nu zorgen dat ik alles gewoon op spectaculaire wijze win. En, tenminste, dat is voor mezelf, snap je? Mm-hmm. En dan ga ik wel vanuit dat ik gewoon weer uiteindelijk back in line ben voor de title shot. Snap je? Want uiteindelijk willen we gewoon kampioen worden. En ik ben ook ervan overtuigd dat ik degene ben die kampioen gaat worden. Snap je? Dus Als je uiteindelijk die titel hebt, hè, denk je dat je een lang gaat domineren als kampioen zijnde? Hoe zie je het voor je? Zie je echt een legacy, kijk, dat we over een paar jaar terug zetten? Die Tijani, geen grap. Nee, kijk, ik weet nu hoe ik zeg maar tegen de absolute, hoe het is om tegen de absolute top te vechten. Snap je? Ik heb tegen Mara, tegen Sidicha heb ik een beetje geproefd. Snap je? En nu weet ik hoe het gaat zijn als ik volgende keer tegen hun ga vechten. Of tegen Mara ga vechten. Bij wijze van spreken, snap je? Kijk, ik heb tegen de andere jongens, heb ik eigenlijk al gewoon laten zien. Snap je? Wie ik ben, wat ik kan. Ik heb van ze gewonnen. Kijk, bijvoorbeeld een Jouncey, die staat nu bijvoorbeeld eerste. Klopt. Hoe weet ik niet. Maar, ik heb van hem gewonnen. Klopt. Dus ja, eigenlijk sta ik eerste, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. En dus ik heb eigenlijk tegen alle andere jongens heb ik al gewonnen en van gewonnen. En, dus ik denk als ik kampioen ga worden, dat ik zeker ga domineren als kampioen. Ja. Denk je, want als je nu kijkt naar de, even kijken, ik heb de top 7 heb ik nu voor me. Je hebt Jonesy, die heb je al tegen gevochten. Die staat op een of andere miraculeuze wijze, staat die hoger dan jou gerankt nu. Daarna, je hebt nog Whelan, Gerson, even kijken, Gashi natuurlijk, niet vergeten. Zijn wel wat namen inderdaad, maar als ik kijk naar een potentiële nieuwe tegenstander, zou je het leuk vinden om een rematch te doen tegen Johnson, of maakt het je echt niet uit wie het is? Heel eerlijk, ik moet me er echt voor gaan opladen om tegen hem te vechten, ja. Snap je? Want ik vind, kijk, hij vond dat hij... ergens in zijn droom of zo vond hij dat hij gewonnen had. Ja. Ja, ik bedoel van, ik heb hem twee rondes lang pak slaag gegeven. Die laatste ronde verlies ik. Ja, oké. Okay. Maar dan win je alsnog twee rondes, snap je? Klopt. Maar, kijk, ik bedoel van...
ja, ik sluit niks uit. Snap je wat ik bedoel? Maar het is niet dat ik sta te springen om riemers tegen hem. Ik sta liever tegen iemand die mij wat meer motiveert. Ja, Snap je? klopt, klopt. En als je nu kijkt naar wel potentiële tegenstanders die dat doen, of is het toch wel echt degene die de belt om zijn middel heeft, dat is de grote motivatie. Dat is zeker de grote motivatie, ja. Dat is zeker de grote motivatie. En ja, kijk, daar trainen we natuurlijk elke dag keihard voor. Maar ja, natuurlijk gaan er eerst anderen komen die mij van de tweede plek af willen Natuurlijk. slaan of iets, weet je. Maar Zo werkt het. dat gaat nooit gebeuren. Snap je? Zo werkt Ja. het. Goede mindset. Ja. Ik ben nog steeds bij het Colosseum. Of ja, de laatste tijd niet, maar ik kom nog steeds uit voor het Colosseum. Waarom heb je gekozen voor het Colosseum? Want je woont in Amsterdam. Er zijn veel Ja. Amsterdamse gyms. Waarom ben je uiteindelijk gekozen voor het Colosseum? Ja, dat is eigenlijk gewoon, het is eigenlijk gewoon op mijn pad gekomen. Ik ben op advies Vrij Beleid vandaag gaan trainen toen. En ja, het beviel me wel. En uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om daar te gaan trainen. Ook even lekker buiten de stad, niet in Amsterdam. Ja. Dan kan ik me gewoon lekker focussen. Dus, ja. Klopt wel inderdaad. Als je kijkt, er zijn veel sparringspartners bij het Colosseum. Veel mensen waarmee je toch wel echt wat rondes kan doen. Als je naar je sparringspartners kijkt, wie vind je echt dat je denkt van die man die geeft me echt wat problemen soms met te sparren? Zo. Ja, ik ben best wel een lastige sparringspartner. Ja, Ik ben ja. juist eigenlijk altijd, ik ben juist eigenlijk altijd degene die waarvan zij vinden dat ik, snap je? Dat je andere mensen lastig Dat ik, maakt. ja, dat ik, maar ja, met wie ik wel echt gewoon lekker kan sparren, is bijvoorbeeld een Jason Wellness. Ja. Dani Traoré. Daar kan ik wel goed mee sparren, vooral omdat hij ook lang is en Ja. hij is ook best wel, hij is atletisch, dus hij doet ook zeg maar, best wel gekke dingen. Dat is cool. Ja, leuk. Even kijken. Regilio van de End. Oké. Die komt ook wel eens bij ons sparren. Kan ik wel lekker mee sparren. Jay Overmeer. Oh ja, ken ik ook. Ja, Ja. dat is ook wel een grappie van mij. Dus ik ken hem al wat langer. Ik vind ook hele goede vechten. Dat is nice. Hij vecht bij WFL, vocht hij toch ook? Ja, klopt, Ja, klopt. toen bij WFL gevochten. Ja, nice. Santino Verbeek spar ik wel eens mee. Daar kan ik ook wel lekker mee sparren. Even kijken. Jos van Belzen. Oké. Daar kan ik ook wel lekker mee draaien. Oké, dus er zijn genoeg mensen. En dat is wel het mooiste van Colosseum. Er zijn Ja. veel mensen van topniveau waar je toch tegenover kan staan. Ja. Oh, Regilio van de End. Just entered the chat. Ja, toch. Ja, Ja, man. nee, maar met hem knal ik altijd wel. Is altijd wel oorlog. Dat is wel lekker, man. Over oorlog Ja. gesproken. Ik heb een interview gehoord dat je PlayStation speelt. Speel Call of Duty. Sorry? Speel je ook Call of Duty? Ik zag in mijn interview voorbij komen dat je PlayStation speelt, dus ik ben benieuwd wat voor spelletjes je speelt. Oh ja, ik speel meestal speel ik FIFA eigenlijk. Maar af en FIFA. toe speel ik wel Call of Duty. Oké. Maar dat speel ik zelden. Ik heb Zelda. nu toevallig sinds kort zo'n Nintendo Switch aangeschaft. Oh, Nintendo, serieus? Ja. En ik zeg je eerlijk, dat is eigenlijk wat ik nu meer speel dan PlayStation. Echt, wat speel je dan op Switch? Ik speel op Nintendo Switch speel ik Super Smash Bros. Oh ja, sowieso. Ik speel Mario Kart. Even kijken. Dragon Ball Z speel ik. Gewoon uit op dat soort spelletjes van vroeger. Ja, Beetje precies. nostalgie vind ik wel leuk. Dat is wel nice, maar ja, sowieso. Ja, Mario man. Kart is altijd hard. Smash Ja, Bros. man. En Dat laat maar kijken. blijft Wacht even. classic. Ja hoor. Oh ja, en NBA heb ik ook. NBA op Switch? Ja, man. Serieus? Dat Maar was is ja. dat gewoon net als gewoon realistisch of is dat cartoon NBA? Of gewoon serieus realistische? Nee, het is gewoon realistisch. Gewoon net als hoe je het op de PlayStation hebt. Heb je het ook voor op je Nintendo Switch, man. Oh, for real? Oké. Nice, wat Ja, grappig, man. man. Ik wist helemaal niet Ja. dat je dat ook had op de Switch. Oké, cool. Even kijken. Als ik hier kijk naar deze vragen. Je had nog wat vragen binnengekregen. Ga ik eventjes erbij Ja, halen, man. man. Ik zit even kijken als ik ze hier erbij kan halen. Heb jij een, heb, je hebt een vraag, heb je een vraagtekentje onder? Als je kijkt hier zo in deze Ik heb geen lijstje. vraagteken, man. Ik Nee? heb geen Oké, vraagteken. dan moet ik het eventjes één voor één hier erbij halen. Maar Ja. je hebt ze naar me gestuurd. Kijk, als ik hier kan inzoomen. Maar er zijn behoorlijk wat vragen binnengekomen via jouw Insta. Even Ja. kijken.
ik eventjes nu erbij halen. Ik denk dat ik gewoon die laptop op mijn schoot moet doen, anders kan ik het niet zien. Ik kan niet zo ver inzoomen. Wacht even hoor. Oké. Even checken. Ik heb hier heel veel van Hisham. Hisham, even kijken. Hoe ver zie je Jiraiya gaan in de lightweight divisie? Dat is een goede vraag. Ja, het is maar hoe ver hij wil gaan. Snap je? Ik bedoel van, het is iets aan hem. Het is niet aan mij om dat te zeggen. Nee, denk je dat hij een goede kans maakt om daar mooie stappen te maken? Ja, ik bedoel van, hij is ook iemand met ambities, toch? Absoluut. Dus. Oké. Je moeilijkste tegenstander, ook van Hisham trouwens. Moeilijkste tegenstander, zo. Moeilijkste tegenstander. Tot nu toe. Zo. Dat is een lastige man. Even kijken. Ik denk. Ja, misschien toch wel. Ja, misschien City Chai. City Chai toch wel? Beter dan Marut? Murat? Sorry? Beter dan Murat? Marat. Oh, Marat, hè? Sorry. Ja, okay. Anders. Maar ik denk, dat was de eerste keer dat ik tegen een echte Thai gewoon... Want ik heb daarvoor wel eens tegen Thaise vechters gevochten. Ja. Maar dit was echt gewoon de top van de top. En ja, kijk, alhoewel ik het gewoon echt heel goed deed, hoor. Maar ik denk gewoon, ja, ik weet niet. Ik denk dat hij misschien wel de moeilijkste tegenstander was. Was toch wel pittig. Toch wel lastig, ja, uiteindelijk. Als je... Ja. Terwijl hij juist met meer blessures uit de ring kwam dan ik. Ja, uiteindelijk wel, maar dus, toch. Ja, ik weet niet, het is heel raar. Je kan het niet echt omschrijven of beschrijven, maar ik denk dat hij gewoon... Het is ook wel de vetste ervaring, denk ik. Ja. Het is wel dik, het is wel gruwelijk. Ja, maar het zijn altijd de moeilijkste tegenstanders die ook het beste uit jezelf halen, weet je. Die we meenemen, ja, wat je net zo zei. Dat je weer in je rugtas meeneemt naar de volgende. En dat is wel lekker, man. Dat is wel lekker. Ja. Nog een vraag hier van Kamal. Ga je nog uitkomen in andere gewichtsklassen? Ik denk dat dat misschien in de toekomst zal zijn, maar ik ben heel benieuwd naar je antwoord. Ja, wie weet. Kijk, het ligt natuurlijk gewoon aan mijn lichaam wat dat toelaat. Maar voor nu vecht ik gewoon nog op 70 kilo. Maar als ik die gepakt heb, heb ik zeker ambities om nog... of in andere disciplines of in andere gewichtsklassen te domineren. Ja, sowieso. En helemaal als je doet wat we net hebben besproken. Als je de hele divisie cleart. En je bent dominant voor een paar jaar, dan kan het ook zijn dat je een superfight gaat doen. Of je weet hoe dat gaat tegenwoordig. Je weet. Ja, man. Ik hoorde trouwens vandaag bij die persconferentie, was weer een persconferentie natuurlijk, met premier. Dat waarschijnlijk tot september alle sportevenementen klaar zijn. Denk je dat het eind van het jaar helemaal gek gaat worden met allemaal sportevenementen? Van alles. Zo, ik zou het niet weten, want ik denk niet dat... precies tot september is zeg maar de regel. Maar dat wil niet zeggen dat daarna alles weer mag. Precies. Dus waarschijnlijk gaan ze dan in delen dingen versoepelen. Ja. Maar ik weet het niet. Het zou wel kunnen. Ik ben echt benieuwd, want festivals gaan niet door. Sportevenementen, die worden ook tot september worden die gewoon geskipt. Wordt gewoon wel, wordt wel lastig om aan het werk te gaan voor mij. Er zijn weinig dingen te doen. Even kijken. Ja. Ga je nog wel eens terug naar je oude gym? Wat is eigenlijk de eerste gym waar je toen instapte? De eerste gym was eigenlijk Pancration, Shakuriki. Okay, was in Amsterdam-Noord. Tom. Ik woonde daar ook niet heel ver vandaan. Dus dat is eigenlijk waar ik ben begonnen. Onder leiding van Ali Amrani. Okay. Marcelo Adriaans, Tom Haring. Ja. Dus daar ben ik zeg maar begonnen. En daarna ben ik naar Vos Gym toe gegaan. Onder leiding van Ivan Hippolyte. En nu eigenlijk Colosseum. Maar ja, of ik ooit terug ga naar mijn ouders. Ja. Kan wel. Ik zit goed waar ik nu zit. Dus. Ja, maar kan, als stel je voor dat je een keertje een paar rondjes zou willen sparen of ze nodigen je uit. Is dat een ding? Zou ze bij Colosseum raar aankijken als je denkt van ik ga gewoon een keertje bij Shakuriki gewoon een beetje... Daar weet ik niet. Daar heb ik nooit over nagedacht. Nee, ja. Ik denk er ook heel van na. Weet je,
Kijk, voor een seminar of iets Klopt. ben ik altijd gewoon, ben ik altijd down voor. Precies. Heb je veel mensen die boeken voor seminars? Sorry? Heb je veel seminars? Ja, ik heb wel eens wat seminars gedaan, Ja. maar ja, nu is dat natuurlijk ook. Is lastig. Of je moet Ja, precies. online seminars doen. Dat Ja, zou online nog seminars kunnen. is ook een idee. Ja, wat vind je ervan? Er zijn heel veel mensen die beginnen online nu aan lessen, aerobics, personal training, van alles en nog wat. Ja. Je hebt zelf ook een onderneming of Champway, zoals je net zei. Ja. Denken jullie daar ook aan om zoiets te beginnen of toch niet? Ja, wij zijn eigenlijk niet dat soort type jongens, snap je? Nee. Echt voor de camera ja, lesgeven of, snap je? Ik bedoel, van dat zit niet echt in ons. En wij werken eigenlijk ook gewoon, ja, meer, ja, hoe zeg je dat? Ja, wij willen gewoon doen wat we leuk vinden, snap je? En Ja. het zit niet in ons, wij vinden het niet echt leuk om dat dan, zeg maar, te doen. Snap je? Wij zijn liever persoonlijk met mensen bezig of aan de slag. En dat kan nu op 1,5 meter. Ja, Dus klopt. Ja, maar afstand. kan dat nog steeds wel? Sorry? Kan dat nog steeds wel een beetje op 1,5 meter? Bijvoorbeeld pets of. Het is wel lastig. Ja, pets is natuurlijk wel het lastige, maar ja, andere dingen kan natuurlijk wel. Ja, is gewoon kracht en conditie en dat soort Ja, dingen bijvoorbeeld. Hoe bereid jij je voor eigenlijk wat kracht en conditie betreft? Want de techniek is natuurlijk bij Colosseum, maar zeg maar gewoon kracht en techniek, hoe doe je daaraan? Heb je daar speciale dingen mee om dat te doen? Of speciale. Nou, ik doe wel gewoon krachttraining met mijn, of krachttraining met mijn krachttrainer, Rami Zeada. Oh ja. En ja, daar doe ik wel gewoon mijn krachttrainingen mee. En ja, daar, ja, dat is wat ik wel gewoon doe. Dus. Oké. Dat is ook wel nice. Ja, misschien ook als je later inderdaad een andere gewichtsklasse doet, dat je toch een beetje gaat bulken, toch? Om toch een beetje power erachter te krijgen. Maar in principe, met jouw lengte en op jouw gewicht, heb je wel echt wel een voordeel, denk ik. Als je vergelijkt met andere mensen in jouw gewichtsklasse. Eigenlijk, dus zoveel moet je eigenlijk ook niet aan willen komen, toch? Nee, klopt, klopt. Ja, ik ben eigenlijk, ja, ik loop eigenlijk altijd rond op een bepaald gewicht en ja, ik hoef niet heel veel te droppen, dus. Precies, Ja. dat is wel lekker. Dat is wel lekker. Maar hoeveel val je af nu voor een partij? Sorry? Hoeveel val je af voor een partij nu? Ja, niet veel, niet veel. Nee? Oké, dat is wel Nee, niet veel. lekker. Want soms zie je echt wel mensen met zware uitdrogingsverschijnselen, maar het valt dus best wel mee. Ja. Ja. Oké. Dat is wel prima te doen. Ik zie Ja. heel veel reacties over Jeraya. Hoe denk je dat een Ja, partij. ik zie het. Dus hoe ik met jou aan het praten Ja, ben, ik lees lees ik dit ding ook reacties. voorbij Maar komen. ja, ik weet niet. Mensen zijn. Ik weet niet. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Nee, maar mensen zijn fan en dat kan. En mensen trainen met hem. Maar als je dan naar zijn skillset kijkt, hoe denk je dat dat kijkt? De vraag komt nu Tegen over wie? voort. Tegen Sorry? Jaraya. Tegen zijn skills. Ja, als jullie tegenover elkaar staan. Hoe zie jij een partij tegen Jaraya voor je? Als je tegen hem zou staan. Kijk, ik heb geen glazen bol, weet je. Maar kijk, Skills, ik bedoel maar van, skill-wise. kijk, ik ben niet iemand die nu op camera dit en dat gaat zeggen, weet Nee. je. Kijk, ik ben iemand, ik blijf gewoon bij mezelf, snap je? Tuurlijk. En ja, ik bedoel van, in de ring zien we allemaal wel wat er gaat gebeuren. Snap je? Ik bedoel van, we mogen de beste winnen. Zo sta Sowieso. ik er altijd in, snap je? Dus, maar ja, ik bedoel van, hoe kijk ik naar zijn skills? Ik bedoel van, ja, hij is ook iemand die niet zomaar op dit niveau is gekomen, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ja, aan het einde van de dag is het alleen of hij en ik, of weet je, hij en iemand anders, of ik en Precies. iemand anders die het in de ring moeten doen, snap je wat ik Absoluut. bedoel? Absoluut. Dus ja, En daar dat ben is. ik ook mee. Ja, want je had bijvoorbeeld zo net hadden we het over Jonesy. Dat je daar iemand niet echt. Dat je echt de motivatie zou moeten zoeken om tegen hem te Ja. vechten. Maar stel je voor dat ze toch zeggen, Jiraiya. Zou je dan wel de motivatie hebben van: oké, dit is wel een lekkere partij. Want ik denk van: ja, man. Zou het wel een motivatie brengen om tegen hem te vechten? Dat zouden we moeten zien, man. Ligt Blijkbaar. eraan, ligt er echt aan. Ja. Ik bedoel, van ik sta nummer 2. Ja. En ja, eigenlijk, ja, feitelijk sta ik nummer 1. Snap Ja. je wat ik bedoel? Dus hij moet even nog die rankings opklimmen, want het Ik is wel. ben die A-side, om het maar even zo te zeggen. Op Snap je dit wat ik bedoel? moment wel. Op dit moment Ja, zeker. waarom? We gaan dus, we moeten maar kijken of wat, snap je? Kijk, Lekker.
Maar goed, Als de tijd dat is komt. iets dat is allemaal voor later en voor glory om dat allemaal te beslissen, snap je? Mensen kunnen Absoluut. alles zeggen wat ze willen. Uiteindelijk is Ja. dit wat het is, natuurlijk. Ja, man. Dus we moeten vanaf daar verder. Alright, even kijken als we nu nog wat vragen hebben die ik van jou heb ontvangen. Even kijken. Ik heb hier nog een paar staan. Even kijken hoor. Er is hier iemand die eigenlijk vraagt als je van voetbal houdt. En wat voor positie jij zou staan als je een voetballer zou zijn? Ik vind dat wel een grappige vraag. Zo, kijk, vroeger stond ik rechtsbuiten. Dat is mijn, ja. Dus ja, maar ik weet niet. Af en toe als ik voetbal met vrienden of zo, sta ik gewoon lekker achterin. Een beetje ballen afpakken. Ja, precies. Inderdaad. Ja, toch? Land. Deed je dat nog wel eens? Gewoon een beetje straatvoetballen, gewoon met vrienden? Ja, man, zeker. En of we gaan naar een voetbalveld, snap je? En dan gaan we gewoon 50 of noem maar op. Ja, precies. Oké, okay, nice, Snap nice. je? Dat vind ik wel lekker. Ik heb hier nog wat. Ik heb een naam staan. En dit is meteen het laatste voor deze aflevering. Ik heb vijf namen staan. Vijf lightweights. En Sorry? ik heb hier vijf lightweight namen Ja. staan. En dan moet je het eerste woord noemen wat in je opkomt. Oké. Per fighter. En dat is meteen de laatste vraag. Ik weet niet of jij nog wat dingen hebt daar staan. Die nog binnen zijn gekomen. Maar dat is dan meteen de Oh, laatste vraag. vast, maar ik weet niet. Ja, ik weet niet. Ik weet niet of ik nog dingen. Ja, ik weet niet of ik nu. Ik kan nu niet kijken of ik dingen binnenkreeg, maar Ja, vast. precies. Nou, weet je, voordat ik dat doe. Als mensen vragen hebben, kunnen ze deze nu nog even stellen. Even kijken. Volgens mij gaan. Hij is geen vragen. Alright, man. Ik ga stuk, man. Ze gaan helemaal los hier in Ze gaan de echt los. Ze reactie. gaan echt los. Ze hebben er echt zin in. Die humble fighting style. Tijani, ik kom je halen. Onthoud dat. Ja, maar dat is niet erg. Maar dat is ook Maar mooi. dat zijn altijd die gangsters achter dingen, Ja, toch? maar dat is wel motivatie. Weet Gewoon. je? Aan de ene kant waardeer ik het ook wel. Weet je? Het is motivatie. Als hij Tuurlijk. uiteindelijk. Als hij, stel je voor, humble. Want je zet wel humble in je naam. Maar je zegt wel, ik kom je halen. Dat is één. Maar. Humble. Weet je, als hij bij Glory gaat komen, als hij op de ranking komt, als hij tegen je vecht, dan heeft hij het verdiend ook. Dus dan kan je niet boos worden op Humble Fighter. Alright, ik geef je vijf lightweights en dan kan je daar even een reactie op geven. Eerste woord wat hij opkomt, Sichitai. Harde trappen. Ja, jij kan het weten. Gershon. Ja, draaitrap. Luke Whelan. Statisch. Statisch. John C. natuurlijk. Bewegelijk. Bewegelijk. En als allerlaatste moet ik natuurlijk zeggen, Mr. Gregorian himself, Marat. Explosief. Explosief. Alright, man. Ik denk dat we daarmee klaar zijn, man. Ik wil in ieder geval bedanken. Thanks. Weet je, kom volgende keer langs wanneer het allemaal voorbij is. Gaan we meteen een fotoshootje doen. Knal nog wat foto's erop. En dan gaan we vanaf daar verder, man. Ja, toch? Ja? Ik wil je ook bedanken voor het interview. Het was een leuk interview. Ja, toch? Dus ja, toch? Sowieso. Volgende keer Ja. doen we het wat moois met wat meer camera's en dat soort dingen. Wanneer alles voorbij is. Thanks voor je tijd. Ja, toch? Ik wil ook nog even iedereen bedanken die heeft gekeken. En ja, ik waardeer alle support. Dus ja, blijf supporten. Blijf me volgen. Dus Lekker man. ik zie je. Gaan we doen. Ja, toch? Hey, thanks. Tot de volgende keer. Later. Ja, toch? Later. Yo.